Vijf jonge Vlamingen maakten de oversteek naar de Verenigde Staten met slechts één doel. Het najagen van hun American Dream. Goedemorgen, ik heb een afspraak om 8:45. Ja, meneer Koolman? Ja, klopt. Ja, ik ga het u openmaken. Dank u. 5 jaar geleden ben ik slachtoffer geworden van zinloos geweld. Ja, die kerel heeft mij een litteken van linkeroor tot rechteroor bezorgd voor life. Die littekens kan ik niet wegwerken, maar ik heb wel beslist om met dat geld dat ik gekregen heb van hem andere dingen te laten doen waar ik al lang aan het twijfelen was. En ik ga mijn tanden laten bleachen. En volgende week worden mijn ogen gelezerd. Ik heb er geen complexen van, maar het is geld dat ik wat terug investeren. Hoop je dat gehaald met je carrière in Amerika? Ik hoop het. Voor mij is het nog altijd land van de opportunity. Ik denk echt wel dat je veel meer kansen krijgt daar, of veel meer kansen kunt vinden, veel meer opportuniteiten kunt creëren. Raar. Als je in België zegt dat je iets wil bereiken, dan zeggen ze, ja, doe maar. Doe maar, voor mij gaat niet helpen. In Amerika, als je zegt dat je iets wil bereiken, dan zeggen ze, ah ja, top, hoe kunnen we helpen? Ah ja, mijn tandarts kan uw tanden laten bleachen, dat kan ook al helpen. Dat is een goede. Ah ja, ik heb een manager in de straat. Vandaag ga ik aan mijn accent werken. Yay! Toen ik jong was, dacht ik nooit van, oh, ik wil echt in Amerika belanden. Maar dat is zo'n beetje zo gebeurd en ik heb dat zo'n beetje laten gebeuren. Er zijn hier zoveel geweldige films ook gemaakt en de historiek hier is ook echt fantastisch. Dus als ik daar een beetje van kan meepikken en daar mij een beetje in vertoeven rond mensen die ook heel gepassioneerd zijn, want er zijn ook veel, gelijk mijn roommate bijvoorbeeld, die allemaal zo gepassioneerd, mijn vriend is zo gepassioneerd. Dus op zich zit ik hier graag. Mil, il, blablabla. De Amerikaanse accent houdt mij echt wel enorm tegen op dit moment, omdat ik echt heel gelimiteerd ben in waarvoor ik auditie kan doen. La 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 la, oi. The little boy whose name was Roy. Zij die vandaag gelezerd worden, groeten u. Een beetje zien. In Amerika is toch nog altijd een markt op acteursvlak, zeker en vast. Waar looks ook een rol spelen, we moeten daar niet omheen draaien. Ik zie zo half. Dus hopelijk stromen de audities vanaf volgende maand gewoon binnen een lopende band. Super zware dag achterrug. Ik heb nog super veel te doen vandaag, laten we zeggen. Maar ik moet er even tussenuit. Dat helpt hier om even een beetje te bezinnen. En een beetje te denken waarom dat je alles doet. Het is echt wel moeilijk, zo ondernemen. Het is vaak ook eenzaam. Je kent weinig mensen die dat ook gedaan hebben. Soms vraagt u af, waarom doe je dit eigenlijk? Waarom ben ik eigenlijk naar de VS gekomen? Ja, mijn grote droom was eigenlijk altijd neuroloog te worden en onderzoek te doen. Dus dat speelt zich af van achter in mijn hoofd. Zou ik niet teruggaan naar Europa om daar dan neuroloog te worden? Kijk, maar je kunt niet alles in het leven. Je moet keuzes maken. Dus dit is mijn keuze. En ik ben nog altijd blij. Ik ben eigenlijk naar de VS gekomen omdat mensen hier echt durven dromen. En dat mis ik in Europa. In Europa denken we altijd aan het risico. In de VS is het anders. Hier durven ze dromen van de overkant. Ook al weet je niet wat er gaat zijn, dat geeft me echt veel energie. Wetend dat aan de overkant, dat als je slim genoeg bent en je kansen zo neemt, dat er iets heel mooi gaat zijn of kan zijn. En dat is de reden waarom dat ik hier ben. Dus dat probeer ik altijd in mijn achterhoofd te houden.
We zitten hier in ons Halloween kostuums. We hebben allemaal een skeleton onesie. En Ansel die ligt hier.